Nou, telefoon. Hebben we dat? Ja. Oh, er gaat weer wat. Ja, hallo? Ja, hallo? Hoe laat kom je? Tussen 2:30 en 3. Ja, want ik moet zo niet naar de. Oké. Met de. Oké. Ja, dat kan. Nou, bel maar als je dan thuis bent. Ja, dan sta je bij jou. Ja, dat bedoel ik maar. Rijka lief, hè? Groot meisje. Rijka is een groot meisje. Of niet dan? Hé? Zie je, dat is helemaal niks hoor. Want jij ziet... Oh, daar klopt er een. I got no rules, I count them. Lieve vrienden, een hele goede middag. Het is 12:32, het is 12:30 en we leven vandaag op donderdag 5 maart. Brainstormen. Rijka en ik gaan vanmiddag op visite. Bij wie? Nou, bij onze Mary, die al eerder op de vlog is geweest, die zo graag mag haken, weet je wel, met sjalen. Daar gaan we weer naartoe. Lekker gezellig even een bakje doen. En ja, we zullen het zien hoe gezellig het gaat worden. We nemen jullie deze mee. Ik weet niet wat voor stemming ze is. En ik weet niet of er nog meer bezoek is. Want ze heeft momenteel haar ex over de vloer. Omdat ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Maar hij slaapt ook wel eens bij haar. Maar zij markeert nou het een en het ander. En, maar er wordt daar ook heel veel inbraken gedaan. Dat is niet fijn als je dan alleen woont in die buurt. En toch is het net de buurt hoor, maar ja, vlak bij de duinen. Dus ze kunnen gauw wegwezen de duinen in en dan, moet de politie zoeken. Ja. Dus ja, helaas. Of ik dan. Kan vloggen, dat is de vraag. Maar ja, ik denk het wel, want hij is ook al op de vlog geweest toen dat we gingen uitrijden met de boosters. Ja. En Rijker die staat weer op het uitkijken. Kandalf is binnen, Ewen zit achter de bank. Dus ja, helemaal top. Ik ga zo eerst een bakje koffie doen en even een broodje eten en de diertjes verzorgen. Dan hoop ik dat ik nog even tijd heb om Rijka eerst even uit te laten. Zo niet, doe ik dat eerst met de booster samen. En als ik geplast heb en gepoept heb, dan stuif ik gelijk door. Ja, het is naar de andere wijk, dus het komt allemaal wel goed. Ja, ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En uiteraard ook weer welkom bij ons, hè? Ja, bij Corina en de Beestenboel. Wie anders, hè? Zo zijn wij, ja. Gezellig en leuk en spontaan en ik doe me niks anders voor dan dat ik ben, nee. Er zijn mensen die doen hun anders voor wanneer ze vloggen. Nou nee, doe normaal, doe je gek genoeg. Simpel. Kijk, ik ben wel altijd, probeer ik er netjes uit te zien, want ik hou niet van lelijk. Ook nette kleren, niet stukken kleren of wat dan ook. En ik kwam er gisteren achter dat de voering van mijn jas hier bij een naad kapot is. Nou, ik ben vroeger coupeuse geweest, maar ik ga dat 1, 2, 3 nou niet na, hè? Nee, want ook bij de rit begint het van onderen wat. Ik hoop dat ik moet even nog een andere jas zoeken. Kijk of die al pas vanwege mijn buik. Als ik die pas, dan heb ik weer een goede jas. Ja, dan pas ik die nog niet. Ja, dan moet ik nog verder afvallen, simpel. En anders eind zomer even weer een nieuwe jas halen. Ja, kan er ook niks aan doen. Nee. Want dan moet ik weer een winterjas. Kijk, nou, als je nat gaat, de winterjassen zijn er alweer uit. Dus we hebben nou van die tussendoorjasjes. Nou, die heb ik wel, maar dat is me nog te koud. Ja. Hé, kan dat? Poetskatoen.
Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet zo, het is een prachtig mooi weer, dus dat we weer in de pocket. Geniet ervan, want het is gewoon fijn om mooi weer te hebben, in plaats van altijd met dat regenachtige weer, dan gaat buurvrouwtje met een hondje. En die heeft een tekkeltje, die is ook gered. Dat tekkeltje zat bij, ik weet niet hoeveel meer tekkeltjes, in een of andere schuur. Over de duizend tekkeltjes. Nou, ze zaten bovenop elkaar. Kan toch niet? Dan moeten wij weer eens wat aan doen. Die dieren die krijgen dan zoveel pijn, zoveel leed. Geen aandacht. Nou, ik vind het zielig. En dat zijn dan fokkers of zoiets. Weet ik veel. Nou, wegwezen met die fokkers. Dan doe ik met de middelvinger omhoog. Ja, dan word ik boos. Zeker. Die mensen die mogen geen dieren bezitten. Nee, dat moet, die moeten een flinke straf hebben, een flinke boete erbij. Opsluiten en een flinke boete erbij die ze niet eens kunnen betalen, dat ze dat ook nog moeten zitten. En verboden om een dier te nemen. Dat doe je een dier niet aan. Je doet het de mensen niet aan, maar een dier ook niet. Ja, net zoals van de week zag ik op Facebook een heel klein lief wit hondje. Die was zoek. Al meer dan van de zomer, juni wordt het een jaar, is een beetje zoek. Werd gedeeld dus. Ik kijk dan verder waar het vandaan komt. Wie is de bron? He, wie, de eigenaar dus, die heeft het geplaatst. Dat ga ik uitzoeken. En dan zie je van welke datum. Is het dus van juni 2000, nou het is al langer, 2017. Ja, dat hoef je niet meer te delen, want dat beestje, dat leeft toch al niet meer. Nee, dat beestje is verkocht, volgens mij, want juist die kleine hondjes worden verkocht aan die lui die vechthonden hebben. En dan is het een lekker speeltje voor zo'n vechthond. En dat beestje overleeft dat niet. Dat wordt in één keer kapot gescheurd, want het wordt er tussenin gezet en die honden scheuren dat in één keer kapot. Nou, dat hondje... Ja, dus, nou, telefoon, hebben we dat? Ja, oh, er gaat weer wat. Ja, hallo? Ja, hallo, hoe laat kom jij? Tussen 2:30 en 3:00. Ja, want ik moet zo iets aan Oké. Met Simba. Oké. Het is bijna de beste ding. Ja, dat kan. Nou, bel maar als je dan thuis bent. Ja, dat bedoel ik maar. Ja. Ja, er staat ook eentje bij mijn raam. Ik moet even ophangen, schat. Ik hoor jou wel. Oké, doei doei. Dat was Mary dus. Die moet met haar poesjebeestjes naar de dierenarts. Nou ja, dat gaat voor. Ja, dan belt ze maar wanneer ze weer thuis is. En de pakketbezorger was er. Niet voor mij hoor. Nee, voor nummertje 2. Nou, wie daar woont, Joost, mag het weten, want ik ken de buren niet hoor. Nee. Het is allemaal hier op zichzelf. Nou, dat is niet prettig. Waar we eerst hebben gewoond, daar was het, wat dat dan gaat, gezelliger qua buren. Ja, nou ja, oké. Gaat het goed daar? Hé? Hey. Glij je uit, schat. Ja, daar zat er al een, hè. Oh, godje. Daar zat er al een, hè. Word ze niet groot, lieve mensen. Ja, ze wordt groot. Hè? Moet ik je erbij zitten? Nou, dat kan toch?
Dat gaat hier gewoon weg. Hup. Hup. Kussen op. Nee, kom maar. Ze wil maar wel niet, ze wil niet. Dan heb jij daar de vijverbank weer voor jezelf hoor. Ja. Nou ja, stel dat je gek hè. Ja, stel dat je gek hè hoor. Hé? Mafklappers. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Dat, ja, het was zo'n mooi gezicht. Kandel, die zit dus op de vensterbank. Zij wil er ook op, maar ze ziet pas te laat dat Kandel erop zit. Dus, wup, gleed ze uit door het rennen. Want ja, ze kon niet springen. Oh, leuk. Nou ja, geweldig. Maar oké, ik zou zeggen nogmaals, geniet ze en tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, we gaan vanmiddag niet op visite bij Mary. Nee, want ze moet nog met de poes naar de dierenarts. Ze was er al geweest, maar het was zo druk tijdens. Ze zegt, ik ben maar weer weggegaan. We moeten straks weer even heen. En wij zijn buiten geweest, even haar laten lopen. Nou, maar het zonnetje schijnt met sluierbewolking, maar het is zo koud. Ja, het is stervend koud, het is helemaal niet lekker. Dus we gaan vanmiddag niet weg, nee. Ik zag dat er net ook weer iets met coronavirus aan de hand was hier in Nederland. Want het breidt zich hier ook al razendsnel uit. Niet dat ik ermee zit hoor, ik maak me er verder niet druk om. Maar omdat ik Facebook heb en ook de groep Steunpunt Nederland. Hoofdletter S en hoofdletter N en wel allemaal aan elkaar vast. En ik heb een bak koffie. Ja, lekker. Maar dat was ik er net op mijn mobiel. Coronavirus vastgesteld bij medewerkers van 2 ziekenhuizen. Ja, dus eentje bij het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch zijn besmet met het coronavirus. Gisteren werd er al bekend dat een medewerker van het OLVG in Amsterdam met de ziektekant. Ja, dat is weer van de krant en dat kan ik weer niet delen naar Facebook toe. Dus ik heb mijn computer opgestart en dan zullen we het via de computer gaan delen, want dan kan het weer wel. Want ik heb geen Facebook op mijn telefoon, maar ja, ik heb het er wel op, maar ik heb het niet zichtbaar. Ik wil het verder niet hebben. Ik wil op mijn mobiel eigenlijk niet zo min mogelijk meewerken. Met sommige berichten kan ik wel delen naar Facebook toe, maar dit weer niet. Nee. Nou ja, jammer dan. Ik kan er niks aan doen. Ik moet even het intypen. Nee, is niet goed. Nou, ik zit er ook niet goed voor, hè. Zo, maar nou wel. Jo. Nou, dan gaan we naar internet. En dan gaan we gewoon naar het nieuws. Nieuws. En dan gaan we dat even intypen. Maar ja, dan staan jullie in de weg. Corona. Nee, geen corona's, maar corona. Aan elkaar vast. Virus vastgesteld. Vastgesteld bij medewerkers van, dat is een M, van
Oh, dan moet je dat nog geen type, ook een heel woord. In plaats van cijfer. 2 ziekenhuizen. Oh. Ja, ik accepteer cookies hoor. Lekker, doe mijn trommel maar vol. Nou, hup, dan kopieer ik die link en ik ga naar Facebook. Blub, blub. En hup, daar naartoe. En dan ga ik het. Stop in Nederland. En dan zet ik het daarin neer. Zo wil ik te snel, dan gaat het niet. En op mijn eigen tijdlijn, gewoon op de start beginnen. Plaatsen. En ik ben weer vertrokken. Zo doe ik dat. En dan kan ik het hier op afsluiten. En dan kijk ik of er nog meer is. Een dikke weg. Nee, heb ik niks meer. Nou ja, prima toch. Zie je. Helemaal goed en geweldig. Waar is mijn kleine meid nou? Oh, die staat daar nog. Oké, nou ja. Hokidoki, hè? Hokidoki. Rijka lief, hè? Groot meisje. Rijka is een groot meisje. Of niet dan? Nee? Ik zie al helemaal niks hoor, want jij ziet... Oh, daar klopt er een. Maar oké, lieve vrienden, dan weten jullie dat. Het wordt een rustige dag. Ik ga zo meteen een vlog in elkaar zetten. En misschien nog wel eens, leg eraan hoe het gaat, hoe het lukt, ja. En ik zal kijken of mijn lieve mijn dochter in Den Haag thuis is. Ik vind ook wezen dat ze naar het werk moet. Ik weet het niet. Nee. Maar oké, doet er niet toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie heerlijke middag. Maar het begint te betrekken hier. De zon die vertrekt steeds meer en meer. En het is echt gemeen koud. Dus moet je naar buiten, kleed je goed warm aan. Ja, want het is niet fijn. Dus ik zou zeggen, tot later op deze dag. En doe het met een glimlach. Maak iedereen blij. Niet alleen jezelf, maar ook een ander. Doei. Zo, lieve vrienden, daar ben ik eindelijk weer eens een keer. Ja, een hele tijd even niet de camera gebruikt. Nee. Ik hoefde vanmiddag dus niet naar Mary toe. Die vrouw die altijd haakt. Want dat is niet doorgegaan. Maar ik was aan het werk bij de pc. Naar YouTube. Gaat hier de deur wel? Want ik sta de deur open. Ik zeg, de poort is open. Kom hier naartoe. Was het Ruud met Bibi. Nou, hier heb ik gezellig zitten te keuvelen en te doen. Die twee vierpoten waren aan het spelen en aan het stoeien en aan het doen. Dus dat hebben we wel even lol erom gehad. Maar we waren te druk bezig met een diepgaand gesprek dat ik helemaal vergeten ben om ook de camera te pakken. Ruud weer met Bibi wegging, ben ik ook weer naar buiten gegaan met Rijka. Rijka even lekker weer uitgelaten. En ja, toen eten en alles. Nou, toen belde Karin nog. Dus ja, en nou zit ik op Facebook. En televisie te kijken. Ik denk, ja, daar heb ik momenteel het geluid vanuit. Ja. Maar in ieder geval helemaal niet meer aan gedacht. Maar ik wens jullie ten eerste wel allemaal een liefdevolle avond. Het zij dat je alleen nog bent, of met diertjes, of met een partner, of met nog een heel gezin. Boeit allemaal niet. Ze zeggen, geniet met elkaar of in je uppie van hetgeen wat je doet, kun je ook al genieten. En voor later op de avond wel te rusten. Slaap lekker met mooie dromen.
En gezond weer op natuurlijk. Ja, dat vooral. Dus graag tot aan de andere kant van de nacht. Zeg, tot dan!